Die als acteur meespelen. Het is een soort pilot. En u ziet hier de Angloom Orkest. Ik heb hier ook een Angloom. En dat is een symbolisch bamboe-instrument als overbrugging van de Nederlandse cultuur en de Deense cultuur. Het is een oud-Hindoe-instrument, 1938 in westerse toonsoort gezet. Geniet van de Angloons, geniet ook van de gamelan muziek van Spara Santi, die direct gaat beginnen. En tenslotte hebben we nog als experiment voor scholen ook nog de Wayang Kulit kraan, die we straks in het onderwijs gaan gebruiken. Geniet allemaal. En als eerste zal spelen gamelan groep Spara Santi met het nummer Kacang Sawo. In de nabijheid van de stad Sukabumi. En toen het al lang donker was, toen werd daar gezegd: kom, we gaan op het meer van Telagabongong. Daar gaan we een boottochtje maken. Wat leuk, daar gaan we naartoe. En alle bedienden die alle inlanders waren, die keken vol schrik. Daar moest je niet heen, het was een gevaarlijke plek, vol met moerasgeesten. Maar Hollanders zijn Hollanders en ze weten het beter. En bijgeloof is natuurlijk onzin. En dus, wat deden ze? Ze reisden zichzelf in auto's met bedienden en alles erbij. En ze gingen daar in de berg door het donker naar dat meer. En daar lag een bamboe vlot. En nog een keer werden ze gewaarschuwd. En ze trokken zich er niets van aan. En ze stapten met z'n allen op dat vlot. Er was ook de vrouw van de planter die het feestje gaf bij, met hun dochter van 6. En toen ze een eindje op het meer waren, brak dat oude rotte vlot.
meer. Waar is ze? Net was nog hier bij mijn bed. Ze wil me meenemen. Dina, zet het dicht. Zet het zweet van haar gezicht af en breng wat water mee. Waar is ze? Waarom is het vlot? En met alle mannen waren aan het stoeien. Hoeft niet. Ineens brak het vlot en we vielen allemaal aan het water. Genoeg. We vielen allemaal aan het water en we zagen jou nergens. Deppo kende het meer goed en hij liep. Weet waar ik moet zoeken? Tussen het zuivelbier. Hij ging zuiveren. Hij ging zoeken en hij verdween pijlsnel onder het water. En we zagen je eindelijk drijven. Oh, ik ben zo blij dat je nog leeft. Maar mam, hoe is het met Deppo? Waar is hij? Hallo, kom ik ongelegen? Oh, nee hoor. Mevrouw Voorde, dit is Saar. Saartje, dit is mevrouw Voorde. Saar, je bent nu 6 en mevrouw Voorde gaat je privé onderwijs geven. Ik heb er alle vertrouwen in dat ze een goede en een mooie manier van het Nederlands aan gaan leren. Maar ik wil helemaal geen privéonderwijs. Ik wil naar school, hier naar het dorp. En dan mag ik dus ook nog naar Sarina zien. Hoe haal je het in je hoofd? Oh, ik vind jullie gemeen. Saar, we gaan het vast heel gezellig hebben samen. En vertel eens, wie is Sarina? Sarina is mijn beste vriendinnetje. Maar ze moet weg van mijn ouder. Nou, Saar. Ik vind het gewoon te veel met Sarina omgaat. En te weinig met onze kinderen. Zie je wel? Haar vader heeft het water gered en daardoor zijn verdronken. En nu moet Sarina ook nog verhuizen. Net zoals we hun muziek spelen. Iedereen gelijk, maar niemand hetzelfde. Zo hoort het. Saar en Sarina krijgen een rapport van de lagere school, hun eindrapport. Hallo mevrouw, het rapport van uw dochter Saar. Zo, 7,5 voor rekenen en 7,1 voor taal. Ach, 9 voor kennis literatuur. Dat is allemaal heel mooi, maar ja, die topografie behoeft nog wel verbetering, zie ik. Dat heb je ook wel echt nodig als je naar de middelbare gaat. Wat fijn je dat ik bij u kon wonen. En Sarina, naar welke school gaat Sarina? Sarina, jij mag bij de bedienders blijven wonen. Jij mag hier naar de Hollandse Indische Mulo. En wij betalen je opleiding. Mevrouw, er staat hier duidelijk dat haar rapport HBS zegt.
Het zou zonde zijn om deze slimme meid naar een Mulo te sturen. Waarom kan ze niet mee met mij naar Batavia? Dan kan ze naar de school waar ik les ga geven. Waarom blijf je hier niet, Sarina? Waarom zouden we niet aan Sarina vragen wat zij zelf wil? We worden ontdekkingsreizigers, toch Sarina? Een prachtige toekomst op de plantage lag je toe. Wees verstandig. Als ik dan zelf iets over mijn eigen toekomst mag zeggen. Het land waar ik ben geboren en opgegroeid gaat mij zeer ter harte. Het is mijn diepste wens om dit land te dienen. Zelf wil ik dan graag naar het Hollands-Indische HBS in Batavia, zodat ik daarna kan doorleren tot dokter. Ziet er niemand in dat hier, op deze school, op plantage, er kans ligt om haar land te dienen? Zo. Dan wil ik nu het woord geven aan onze meest uitmuntende leerling. En dat ben jij, Sarina. Je hebt een gedicht geschreven dat je mag declameren ter ere van de vriendschapsband tussen Nederland en Indië. Ik heb mijn gedicht gebaseerd op het beroemde werk van Hendrik Marsman. Eerst zal ik mijn gedicht declameren. Denkend aan Holland zie ik brede rivieren. Traag door oneindig laagland gaan. Rijen ondenkbare eilen populieren. Als hoge pluimen aan den einder staan. Dankjewel, Sarina. Jongelui, zoals jij, zullen voor zorg dragen dat de band tussen Nederland en Indië in de toekomst zal worden bestendigd. En blijvend zal worden verankerd. Laat ons tenslotte het volkslied ter gehore brengen. Leve de koningin! Hoera! 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 Als de hele wereld in brand staat, maar Indonesië nog niet, krijgen Saar en Sarina hun eindexamen. En dit is wat Sarina dan meemaakt. Welkom dat u hier aanwezig bent bij dit HBS. En wij verzorgen als docenten van het HBS graag onze culturele bijdrage voor jullie. We zijn al trots op wat we hebben gepresenteerd. Ons vaderland is echter in oorlog. Daarom willen we graag beginnen met het Wilhelmus, met de Anklung.
en Sarina krijgen een rapport van de lagere school, die eindrapport. Hallo mevrouw, het rapport van uw dochter Saar. Zo, 7 uur voor rekenen, 7 uur als 12. Ach, 9 kennis voor natuur. Allemaal heel mooi. Maar ja, het topografie behoeft nog wel verbetering, zie ik. Dat vind ik wel echt nodig als je naar de middelbare gaat. Ja. Hier, kom de baan om aan je nieuwe school te laten zien. Mam, Sarine heeft ook een rapport van haar gekregen. Moet eens kijken. Wauw, Saar, een 10 voor rekenen en een 9 voor Nederland. En 1 wordt augmented, Sarina. Je moeder zal trots op je zijn. Saar, je leven zal behoorlijk veranderen vanaf nu, want je gaat naar de middelbare. Maar hier in deze stad zijn er niet echt goede Hollandse HBS'en voor jou. Je gaat nog van Vorden verhuizen naar Batavia, waar je na de vakantie een baan hebt aanvaard als docent Nederlands. Op een Hollandse-Indische HBS. In de buurt van de Hollandse HBS is ook een Hollandse HBS voor alleen Hollandse kinderen. Daar kun jij op school. Mevrouw Vorden heeft aangeboden dat jij bij haar op kamers kunt. Je bent een slimme meid en je kunt het goed maar met haar vinden. In 1941, als de hele wereld in brand staat, maar Indonesië nog niet, krijgen Saar en Sarina hun eindexamen. En dit is wat Sarina dan meemaakt. Poëzie en proza bij de thee. Langs de Papadaanhelling vlieden langzaam regenwolken, grauwe, donkere regenwolken, strelende de groene bergwand. Zoals bij het blijde minnekozen, tedere gelieven, vleien hoofd aan hoofd en wang aan wang. Sarina staat thee te plukken. Helder kleurt haar rank figuurtje tussen de teergroene struikjes, buigend, rekkend weder, guitig het helle blauw van het baadje tegen het bruin van het blote borstje dat maar even schuchter de welving van haar maagdenboezem toont in het soepeldun katoentje. En die thee die drinkt mijn tante, die het niet wagen zo Holland te laten varen voor den oost. Ja, die thee is voor mijn tante, in haar zure larmoyante, ouwe vrijsters leven troost. Dank u. Wij zelf zijn gelukkig nog niet in deze oorlog meegenomen. Maar toch staan de keuze van de liederen van vanavond in het teken van deze oorlog. En om te beginnen geven wij graag het nummer van Willy Derby. Hallo Anke, 10 jaar geleden geschreven voor de eerste telefoonverbinding met ons vaderland in Nederland. En ik zal het zelf voor u zingen. Ach, het is moeder, zegt hij lachend, ik nam mijn kleinste zoontje mee. En even later hoort ze duidelijk op hoe lief tabé, tabé. Maar dan wordt het hart te machtig, fluistert zachtjes, o Heer, dank dat het mogen horen. En dan stort ze wenen neer. Hallo. Mijn naam is Emiel van Velsen. Ik ben geboren in 1919. En toen Japan India binnenviel in 1942, was ik 23 jaar oud. En werd ik opgeroepen om mijn dienstplicht te vervullen. Hé, hey, jij bent toch Emiel van Velsen? En zat jij niet in het kniel? Ja, dat klopt. Ik zat op de middelbare school, Jogja, toen de Japanners binnenvielen. We moesten ons aanmelden om het land te verdedigen. Ik ben toen naar Bandung gegaan om me te melden op het militaire vliegveld Andir, waar ik kwam te werken bij de parachuteafdeling. Toen de Japanners eraan kwamen, werd ik op transport gezet naar Thailand om te werken aan de Burma-spoorweg.
Ik kwam via Singapore naar hier en wil nu herstellen van mijn verwondingen. De situatie is nu anders, ik behoor het John. We zijn er nu om jullie te beschermen. Er wordt hier veel geweld gebruikt door losse radicale strijdgroepen, waarbij al veel doden zijn gevallen onder knielgezinnen en de Chinezen, en zelfs Indonesiërs die de kant van Nederlanders kozen. Maar onze nationalistische groep van jongeren zijn tegen geweld. Wij willen onafhankelijkheid op een geweldloze manier bereiken door te onderhandelen. Die plannen zijn nu in de maak. Onze koningin Wilhelmina was best bereid Indonesië op termijn onafhankelijkheid te geven. Maar daarover moet onderhandeld worden. Zo zei ze, je kunt Java, Sumatra en Bali, waar zulke rijke culturen zijn, nu eenmaal niet vergelijken met de volkeren van Borneo en Nieuw-Guinea, waar mensen nog primitief leven. Nee, die tijd is voorbij dat jullie dit voor ons bepalen. Op 17 augustus van dit jaar heeft onze leider Sukarno de onafhankelijkheid uitgeroepen. Hij aarzelde eerst, maar wij jongeren hebben hem gedwongen om dat te doen. Ik heb een geluidsopname van hem. Luister maar. Proclamatie. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Septemberdag. En ik wil deze fantastische groep, de Kamman, de Anklom en het HWC ontzettend bedanken voor deze prachtige voorstelling. Vorig jaar hadden we een mooie fusion tussen India en Indonesië. Dit jaar was het helemaal Indonesisch, dat grote eilandenrijk. Prachtig het verhaal van Uruk verwoord, hè. De film is nog te zien, maar ik vond dit eigenlijk nog mooier met de muziek erbij. Kees, hartstikke bedankt voor alles. Jullie allemaal hartstikke bedankt. Ook vooral, ook Edu. Edu bedankt, want Edu heeft het allemaal in de hand. Edu, als er een dalen was, dan was jij de dalen.